Zaterdag 20 augustus rijdt wielerwedstrijd de Vuelta via de Heusdense brug Alten naar binnen. Hierdoor zijn tussen 11:45 middags en 3:00 middags een aantal wegen afgesloten. Het gaat om de N267 langs Wijk en Aalburg, Veen en Andel en de N322 bij Giessen. Via de Wilhelminasluis bij Andel verlaten de renners de gemeente richting Zaltbommel om koers te zetten naar de finish in Utrecht. Langs het hele parcours van de Ronde van Spanje hangen op dit moment omgekeerde Nederlandse vlaggen in Altena. Deze staan in verband met de boerenprotesten. De gemeente verwijdert deze vlaggen als deze op gemeentegrond hangen, laat een woordvoerder weten. Dit doen ze ook los van de wielerronde. De N-wegen zijn van de provincie en de provincie onderneemt dusver geen actie om de vlaggen te verwijderen. Een woordvoerder van de Vuelta geeft aan dat vlaggen enkel worden verwijderd als ze gevaarlijke situaties veroorzaken of voor een camera hangen. De gemeente Altena laat weten dat zij geen acties van boeren verwachten tijdens de passage van de wielerronde door Altena.